Nee? En dat was het! Chris Lappendel stelt altijd vragen als hij wandelaars bij zich heeft. Zo ook aan Jada en Sanna. En dit keer gaat het verhaal over wilde dieren en met name over de tijger. Bij de savanne. Meestal wel op een savanne, ja. Ja. En dan jagen ze op zo'n beest met horens. Ja? Neushoorns. Nee. En er komt altijd rook. Buffels. Ja. Stieren. Buffels. Ja. En ze jagen ook op zebra's. Maar dat vind ik ook hele mooie dieren qua huid. Nee, niet huid, maar vacht. Ja. Beetje want paarden, roze, hè? Beetje paarden. Onder de huid zijn alle dieren bijna roze. Ja, precies. Hey, en weet je ook wat de grootste bedreigingen zijn van cheetahs? Stropers? Ook en... Vacht! Ze willen een vacht! Ja. Maar denk je dat het altijd alleen maar om het dier zelf gaat? Nee. Ook om de mensen, sommige mensen volgens mij, daar hebben het heel moeilijk. Met de omgeving en leving. En ze zijn en daar hebben ze die vacht nodig, bijvoorbeeld voor kleren of voor dekens. Of in leven te blijven. Maar soms zijn wilde dieren als tijgers, als leeuwen of als cheetahs, die zijn ook een bedreiging. Want vaak zijn ik wilde inboorlingen zeggen, maar dat is niet het goede woord. Van die dorpelingen, die jagen dan op hertjes of op everzwijntjes. Ja, net zoals om te eten. Ja. En dan die cheetahs eten dan weer die... Precies, dus dan zijn het concurrenten. En dan, dat vinden ze niet leuk. En dan maken ze die dieren liever dood. Want dan kunnen zij het tenminste ook weer eten. Dat dus gebeurt ook af en toe. Iedereen leeft eigenlijk van eten. Ook. Nou, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Ja, dus dierenleven. Cheetahs eten zebra's. Zebra's eten niet cheetahs natuurlijk. Nee. Dat zijn planteneters, hè? Ja, en... Die eten bosjes en struikjes en bloemetjes. En planten eten vliegen, want sommige die zijn vleesetende planten bedoel je, in de jungle. Ja. Die zijn er wel, ja. Maar wat eet nou, wie eet planten? Wat eet planten? Planten eten alleen maar zuurstof. Ja. Maar... Planten zijn dan weer. Wat eet nou nog meer planten? Kleine insecten of niet? Ja. Ik weet het niet hoor. Jullie moeten het weten. Jullie zitten op school. Maar er is ook. Ja, zeg het eens. Mensen die eten heel vaak vlees, maar daarom worden sommige mensen vegetariërs, omdat ze liever niet dieren willen eten, omdat ze het voor de dieren doen. Dat ze meer blijven leven. Mijn papa doet dat ook. Ja? Ja. En van de leeuwen zijn er nog maar weinig soorten over. Ja, daar zijn er niet heel veel meer van. En er is ook laatst nog een laatste vogel uitgestorven. Ik weet niet. Ja, natuurlijk de dodo en de, hoe heet het? Dodo? Ja, de dodo is een van de meest bekende dieren die is uitgestorven. Ja. Oh ja! En de dinosaurussen natuurlijk. De dino's, ja. Maar die vond ik verstandig. Maar wat ik ook heel erg vind is in de stad bijvoorbeeld met fabrieks of met auto's en de uitlaatgassen en noem maar op. Daar komt ook CO2 uit en andere vieze lucht. Dat is ook niet goed voor de natuur en zo. Nee. Zeg maar, je weet wat er met bomen gebeurt? Ja. Bomen nemen stikstof op en die maken daar weer zuurstof van. Dus dat is wel weer goed. Alleen het probleem is dat als al die bomen worden omgekapt, wat gebeurt er dan? Dan is er bijna geen natuur meer en ook geen leven. En geen zuurstof. En geen zuurstof. En dan krijgen we dus problemen met het weer. Dus de bomen horen bij ons? De bomen die moeten we echt bewaren. Zoveel de bomen mogelijk... zijn dus eigenlijk het belangrijkste. Ja, de bomen die nemen, ze noemen dat koolstofdioxide op, mm-hmm. CO2, die nemen dat op en die bewaren dat. En als je de bomen omkapt, dan komt dat weer in de atmosfeer terecht. En dan gebeurt er van alles in de lucht. Het is wel allemaal best ingewikkeld, ja. hoe het allemaal zit. Met de dieren, met de lucht. Er is wel... Oh, een mug.
Er is er overal wat mee. Muggen willen we niet. Nee. Precies. En daarom moeten we heel zorgvuldig omgaan met de natuur. Hebben jullie wel eens van tijgers gehoord? Ja, die vind ik heel mooi, die dieren. Sabeltandtijger ook vroeger, die is ook best wel. Maar de sabeltandtijger, dat is echt al honderdduizenden jaren geleden. Mm-hmm. Echt heel lang. Weet je hoeveel tijgers er nog in de wereld zijn? Nee. Wat denk je? 50? 200? Nee, 300? Ietsje meer. 500. In het wild zijn er nog bijna 4000. Maar 100 jaar geleden, hoeveel waren er toen nog? Meer dan 1 miljoen. Nee. Meer dan 100.000. Meer dan 100.000 daar. Zo. En nu zijn er nog maar 4.000. Dus dan zijn er eigenlijk ongeveer 500.000. 95.000 zijn er. Wat? Dat is niet helemaal waar, want er zijn er veel meer dood gegaan. Omdat er natuurlijk komen er ook weer tijgers bij. En er is geen eten en ze doen vechten soms. Ja, en ze gaan af en toe, ze worden ziek en sommigen gaan daar ook dood van. Ja, dan worden daardoor aangetast en dan gaan die ook dood. Maar het grootste probleem van tijgers, wat denk je dat het grootste probleem voor tijgers is? Stroppers. Onder andere. Wat nog meer? Wat jij mij toen vertelde aan tafel, daar was ik niet bij, denk ik. Zeg het eens. Iets met fokken. Fokkers. Ja. Ja. Fokkers die doen. Ja, die doen dan met van gebruik. Ja, ik weet het niet meer. Nou ja, zeg maar, mensen vinden tijgers gewoon hartstikke mooi. En vroeger wilden heel veel rijke mensen wilden tijgers hebben. En die haalden dan de tijgers uit het oerwoud vandaan. En die gingen daar dan mee fokken. Dus daarom zie je ook in heel veel dierentuinen zie je tijgers die hebben nog nooit in het wild geleefd. Maar die zijn gefokt gewoon om te laten zien aan andere mensen. Een van de grootste bedreigingen van die tijgers, dat zijn mensen. En dat ben jij, dat ben ik en dat ben jij. Maar wij doen niks aan tijgers. Nee, dat denk jij. Dat ga ik uitleggen. Die tijgers die leven bijvoorbeeld in Maleisië of in Indonesië. Hebben jullie wel eens van die landen gehoord? Ja, daar zijn ook mensen arm. Ja. Sommige mensen zijn ook heel rijk daar. Maar het zijn hele grote landen. Hebben jullie wel eens van palmbomen gehoord? Ja, zo met die kokosnoten eraan. Ja. Palmbomen. Nou heb je ook nog palmbomen, die hebben geen kokosnoten, maar die hebben kleine palmpjes. En in die palmpjes zit olie. En die olie... Palmolie. Juist. En wat gebeurt er met die palmolie? Ja, worden ze gebruikt voor koken? Nou, ook, ja. Zeg maar, jouw moeder gebruikt dat om te koken. Maar het zit ook in de zeep en het zit in de shampoo en het zit overal in. Bijna overal in. Niet overal in, maar bijna overal. En wat er gebeurt in landen als Maleisië en Indonesië, is dat ze hele grote stukken oerwoud, die kappen ze. Dus echt waar wilde dieren leven, die kappen ze tot de grond gelijk. Dat verbranden ze ook allemaal. En daar kunnen apen ook niet meer in. Ja, daar kunnen apen niet meer in. Dus orang-outangs en... Dat hebben we ook vaak op school en bespreken we dat altijd met elkaar. En heel daarom goed, is die goed. Reclame van apenhul. Die reclame. Is daar ook eentje van Red de Apen of iets? Ja, heel goed. En wat er dan gebeurt, is zeg maar, ze kappen dan dat hele, ze noemen dat dan het tropisch regenwoud, want dat is oerwoud wat in de tropen ligt. Dat kappen ze dan helemaal, dat is dan kaal. En daar planten ze dan die palmbomen op, omdat ze palmolie willen verkopen. Omdat wij dat allemaal nodig hebben. En dat is dus precies datgene waar ik, maar heel veel mensen niks van afweten. En waarom ik bijvoorbeeld nu 2000 kilometer door Nederland loop. Om mensen bewust te maken van het feit dat dat soort dingen gebeurt. Oh jee. En volgens mij moeten we nu opschieten, want het gaat hartstikke hard regenen. Ik voelde het al. Ja. Altijd als er wind komt, gaat het meteen regenen. Daarom haat ik wind. Ja. Hey, en wat zouden jullie daaraan kunnen doen? Een actie maken wij voor. Of een liedje ervoor maken. Ja. Ja, dat zou heel mooi zijn. Kunnen jullie dat, denk je? Ja, Jada die kan ook heel goed rappen verzinnen. En dan, verzin eens gauw eentje. Even denken hoor. Oh, die muggen. Kijk, de vliegt gewoon in. Ja. Als de dieren zo gezond zijn, waarom doen we de dieren dan altijd pijn? En voor de rest, even denken hoor. En nu gaat het regenen en moeten we zo snel mogelijk naar binnen gaan. Wacht. Nu daarom pakken we nu snel een banaan. Dus dan moeten we zo snel mogelijk naar binnen gaan. Zet
Toen een keer een rap van rap. Zing die eens die rap wat wij toen hadden. Van dat liedje wat we zelf hadden verzonnen. Oh, buiten spelen wat wij samen delen. IJsjes, IJsjes en ook nog een IJsjes. Boeken vakantie met lente. En toen iets met rente. Ja. Je weet het gewoon niet meer. Je moet wel je raps blijven onthouden, hè? Ja! Rap vindt ze zelf ook heel lekker. Ja! Ja. Nu heb ik zin in eten. Zullen we even naar binnen gaan? Ja, jij altijd met eten. Het is, als we dan helemaal drijfnat worden, ik denk ook niet dat het leuk en is, toch? En we hebben geen muts. Schuilen. Ja, onder mijn... Nu vallen de muggen naar beneden. Ja, de muggen verdwijnen wel. Oh. Lees u ons dan voor. Vloggy vlog. Omlaag. 1, 2, 3. Zijn die opgezet? Ze zien er niet uitgegaan. Nou. Hoe is hoeveel te wacht? Is dat een echte? Ja, moet je hem aanraken, dan weet je dat. Is dat een echte? Ja, dit was een echte. Hij is nu vol, hè? Oh, die tanden! Net alsof je bent aait, ons hondje. Maar dan iets zachter.